Goedemiddag allemaal op ons webinar, de moderne datalandschap. Super dat jullie er allemaal zijn. Eigenlijk een verzoek, of jullie, mijn eerste verzoek eigenlijk, en dat is ook het enige verzoek wat ik zal doen, is of jullie je camera aan willen zetten. Want we vinden het wel leuk om jullie ook te zien, voor degene die dat willen. En kijk, heel goed, goedemiddag. Super leuk dat jullie er zijn. Speciaal welkom voor mijn twee gasten. Alleen, zoals jullie misschien al zien, ja, er ontbreekt er nog één. Maar Quinten is onderweg en staat op de parkeergarage. Dus dat gaat lukken. En Sascha, super dat je er bent. Van nogmaals van bol.com. Ja, dankjewel. En, Quinten van Funda, twee databedrijven. Die een kijkje in de keuken willen geven. En Sascha, super dat je dat doet. Over de agenda. Ik zal in ieder geval starten. Sascha gaat het daarna van mij overnemen. En uiteindelijk komt Quinten, als hij er is, er ook bij. Dus we willen het interactief houden. Het is altijd een beetje spannend met natuurlijk online. Maar als jullie vragen hebben, zou je dat op de chat willen zetten of je hand opsteken online. Ik zal de vragen oppakken. Ik kan niet beloven of ik iedereen aan de beurt kan laten zijn, maar gaan we mijn best doen. Dus ik hoop dus dat we het interactief houden. En ook als het misschien lukt dat jullie de vragen even persoonlijk willen stellen. Mijn naam is Rob Dielemans. Ik ben oprichter van GoToDriven. GoToDriven, misschien als jullie weten, gespecialiseerd in data en AI. Al 10 jaar actief in dit domein. Sascha zal ze dadelijk ook vertellen van hoe wij samen, of ik zal het aanvullen, hoe wij eigenlijk met GoToDriven begonnen zijn bij Bol. Dus dat is misschien nog wel een leuk verhaal om te vertellen. Laatste mededeling van mij in ieder geval. Dit webinar wordt opgenomen. Dus dat u daar rekening mee houdt. En zal morgen ook online geplaatst worden. Vandaag dus op de agenda het moderne datalandschap. Een mooi en actueel onderwerp. Want het moderne datalandschap, eigenlijk het datalandschap, is enorm in beweging. Het is een belangrijk bouwsteen. Ook data voor de digital bij bedrijven. Maar ik heb gezien wie er allemaal in deze webinar zit. Dus een beetje preaching to the choir. Als ik ga zetten dat data heel belangrijk is. Dus dat zal ik in ieder geval even overslaan. Of niet, Sascha? Denk ik wel goed om dat... Ik ga het nog wel een paar keer benadrukken hoor. Hoe belangrijk data is. Ja, daar kan ik niet onderuit. Super. Hey, hoewel data super cruciaal is voor bedrijven, zien we dat wel bij veel organisaties het nog steeds lastig is voor de business om toegang te krijgen tot die data. Dat is ook wat ik uit gesprekken haal die ik met onze klanten heb. Waarbij ik wel zie dat de data scientists zijn eigenlijk redelijk verwend de afgelopen 10 jaar met Hadoop-platformen en cloud-platformen en ruwe data en mooie dingen bouwen. Alleen de businessgebruikers en de analisten zijn er denk ik toch een beetje bekaard van afgekomen. Maar het goede nieuws voor deze groep is dat er denk ik de komende 5 jaar gewoon een heleboel dingen op de rol staan. Die ook het leven van deze mensen op het gebied van data een stuk mooier en aantrekkelijker maakt. En waarom is data dan belangrijk voor de verschillende bedrijven? Wat horen we dan bij de klanten? Als je het samen neemt voor de finance afdeling. Eigenlijk waar de finance afdeling, als je kijkt naar het data warehouse, ook bij veel klanten, is de finance afdeling nog steeds de eigenaar van het data warehouse. Wij hebben die data en daar zitten ook de analisten die dit mee kunnen werken. Maar eigenlijk, dat zie je ook bij Bol. Ik zie het in het algemeen. Hè, dus de ERP-systemen, de SAPs. Hè, dus echt de oude systemen. Die komen wel vanuit finance, waar de data op orde moet zijn. Waar die relationele databases eigenlijk de basis vormden van die eerste stappen in het datalandschap. En dat, en eigenlijk zien we dat, maar de rest van de organisatie wil er ook gebruik van maken. Hè? Dus leuk dat finance weet wat er verkocht is. Maar op de marketingafdeling willen ze eigenlijk zien, wanneer is dat dan verkocht? En wat voor weer was het dan toen het verkocht werd? En welke producten worden er samen verkocht? En welke producten worden er een trend? Nou, dat soort data wil je weten. HR-afdelingen bijvoorbeeld, hoe zit het met mijn medewerkers? Hoeveel heb ik er in de pipeline zitten? Ben ik er wel on par met mijn skills? Ja. En misschien een beetje spannender, maar hoe zit het met welke medewerkers verkopen het meest?
En als targets, je welke medewerkers die je bij elkaar zet, verkopen het meest. Nou, dat wordt al wat spannender op zich. Maar ik zie wel bewegingen die daar ook naar kijken. En bijvoorbeeld ook, wat wij ook eerder hebben gedaan, een inkoopafdeling helpen. Om op een betere manier in te kopen. Om te kijken bijvoorbeeld wat de prijsfluctuaties doen van de producten die ze inkopen. Hè? Dat is als je bijvoorbeeld grondstof inkoopt. Wat is een goed moment om dat te kopen? Of komt er bijvoorbeeld een schaarste op basis van grondstof en zul je dat moeten inkopen? Ik heb gehoord dat er wat schepen overdwars liggen in het Suezkanaal. Dus de olieprijs zal ook wat gaan stijgen. En er zal een schaarste zijn daar. Maar dat soort informatie, dit is natuurlijk allemaal op het nieuws. Maar er zijn andere data-elementen die je wel zou willen weten. Maar wat ik al zei, hè, dit zijn informatie die je als bedrijf eigenlijk denk ik zou willen weten over je hele bedrijf heen. Maar hoe vind je, hoe kom je bij die informatie? Precies. Hè? En voornamelijk dus als je niet bij de finance afdeling zit. Nou, dus ik ga nog even terug en ook wat ik hoor bij onze klanten en dan los van wat de business eigenlijk om vraagt, om even een stap te maken van wat voor problemen ze eigenlijk zien met hun bestaande datalandschap. Sascha, ik ben benieuwd of jij ze herkent of niet herkent, maar hè, de data silo's die je in bedrijven hebt, heb je daar mee te maken bij Bol? Of, Dat hangt er vanaf hoe je kijkt naar data silo's. Zeg maar, wat zou jij definiëren in deze zin als een complete silo? Ja, nou, als je bijvoorbeeld je klantdata en je transactiedata of je logistiek bijvoorbeeld niet gekoppeld zijn, absoluut in de zin dat dat je ziet dat per domein iedereen toch ook een beetje zijn eigen data erop gaat bijhouden. Wat heb ik nodig en wat wil ik onthouden, welke dingen wil ik registreren? Dat het inderdaad heel erg per afdeling afhankelijk is en daarmee dat je dus inderdaad krijgt, zeker vandaag de dag, waar het erg makkelijk is om je eigen database te starten, dat iedereen zelf zijn informatie gaat opslaan. En dat werkt inderdaad wel behoorlijk in de hand, dat je dus allemaal kijkt naar je eigen data. En dat kan inderdaad silo werken. Ik moet zeggen, binnen Bol.com vind ik dat we nog vrij goed overleggen tussen deze verschillende partijen en dat we ook normaal een centraal beeld hebben van data, hoe data eruit moet zien. Dus er zijn wel data silo's, maar ik vind nog wel dat er voldoende vaak die muren doorbroken worden in die zin. Jij hebt misschien wel geluk met Bol dat je toch wel een digital native bent. Hè? Ik kom veel bij klanten waar bijvoorbeeld online en offline nog niet gekoppeld zijn bijvoorbeeld. En het is niet zo triviaal om dat zomaar te doen. En dat is ook wel echt interessant, want wat je eigenlijk net schetste, naar bedrijven die heel erg komen vanuit het oude raamwerk van financieel, komen wij natuurlijk vanuit online. En online is natuurlijk ook al een datavergaarbak aan zich. Ja. Dus daar begin je al, denk ik, met een andere start aan je bedrijf, als je weet dat je online gaat doen. Dus dat is een verschil met bedrijven die puur denk ik vanuit meer die financiële hoek komen, waar je ziet dat webbedrijven daar misschien wel een klein streepje voor hebben, omdat die al hebben nagedacht over er komt verkeer op de website, hoe sla ik dat op enzovoort. Ja, interessant. En ik denk dat zelfs voor jullie al een uitdaging is, laat staan, hè, dus voor bedrijven die dat niet vanuit die digital komen. Een ander ding is het koppelen van data. Hè. Dus het is het zomaar makkelijk om data aan elkaar te koppelen. Dan heb je vaak een afdeling nodig die je daarbij helpt, een BI-afdeling. Die zijn allemaal super enthousiast om dingen te doen, maar ook allemaal druk. Hè. Je komt allemaal onderaan de backlog te hangen als je data wil vastpakken. En als laatste dingen die je ook vaak zien over aggregatie van data. Hè? Dat data, omdat het niet meer paste, met name relationele databases, wordt geaggregeerd. Of op een gegeven moment wordt ook niet alles in vastgepakt wat op de hoog is. Kijk, nou, Quinten. geen probleem. Goed dat je er bent, Quinten. Ja. We waren al even gestart. Even uitreigen. Rustig aan, neem een slokje water. Precies. Neem een slok water. Ik was alvast vast even begonnen door mijn verhaal. Goed dat je er bent. En kom even op adem en dan meng je zo in het gesprek. Wat zorgt er voor de verandering eigenlijk, hè, waar we het over gehad hebben? Dus ik heb net even geschetst wat de wens is eigenlijk van de business. En wat de problemen zijn bij veel bedrijven op dit moment. En ik denk dat één aanjager
van deze grote verwandeling is toch de introductie van cloud-platformen bij bedrijven. He, dat geeft. Ik heb me dat ook aan het begin niet gerealiseerd. Ik dacht, ja, dat gaat puur om geld of om gemak. Maar je ziet de flexibiliteit en de schaalbaarheid van dat soort platformen. De manier waarop je systemen ook aan elkaar kunt koppelen. Dat geeft een enorme versnelling aan het gebruik van data bij bedrijven. Daar hebben de data scientists nogmaals al eerder van geprofiteerd. Hè? En nu gaan we zorgen dat ook de business daarin aan kan jagen. En ik voorspel dan ook wel echt het einde van die datasilo's, wat je ze echt aan elkaar kan gaan koppelen. En dat de grootte van, de grootte van tabellen ook niet meer uitmaakt. Je kunt ze klaarzetten en je kunt ermee aan de slag gaan. Het koppelen van externe databronnen bijvoorbeeld die beschikbaar zijn. Ik had het net al over bijvoorbeeld over grondstoffenprijzen, als dat interessant is. Je kunt dus databronnen gaan koppelen. En Quinten zal straks nog even ingaan op het beschikbaar stellen van data, dus de andere kant op. Hè? Dus dat de leveranciers komen van data die dat kunnen leveren. Hè? Ik ben bijvoorbeeld ook benieuwd of de data die Funda heeft interessant kan zijn voor Bol. Waar jullie daar samen blijven worden. Ik ben nog wel op zoek naar een huis, dus misschien. Of je klanten woning inrichten. Maar dan wordt het misschien een beetje, dat wordt wat anders dan de data waar we het hier over hebben. Misschien als aan het einde, als iemand nog een huis heeft, Sascha zoekt een huis. Dus als je aan het einde van de dag nog een huis weet ervoor, dan gaat hij wel van Funda af helaas. Ze komen ook allemaal op Funda. Geen zorgen. Ja. En als laatste punt, wat ik met cloud ook zie, wat helemaal misschien trending is real-time. He, dus data niet meer laat, maar we willen allemaal snel, we willen het allemaal nu weten. En financiële data, die is wat geduldiger. He, dus dan kun je toch aan het eind van de maand wel zien wat je hebt opgezet. Je wil het liever soms wat eerder weten. Maar heel veel dingen toch, als het gaat om marketing of verkopen of weer, je wil gewoon nu weten, nu ingrijpen, want anders ben je te laat. En dat zie je eigenlijk door de hele markt heen. Nou, ook iets wat cloud-platformen mogelijk maakt. Oké, dus weer terugpakkend. Hè? Dus als cloud inderdaad een van de manieren is op dat, die de versnelling of die de introductie van dat moderne datalandschap heeft gedaan. Ben je er dan? Nou, ik heb eigenlijk nog twee dingetjes waarvan ik denk, of tenminste waarvan ik zie dat wij bij bedrijven doen, om dan echt die stap te maken naar een moderne landschap. Het eerste is, de data scientists gebruiken meer misschien vaak ruwe data. Maar als je de business met die data wil laten werken, dan moet je wat wij noemen een businesslaag maken. Dus met data die betrouwbaar is, die beschikbaar is en die silo's aan elkaar koppelt. Die laag om die te bouwen. Je ziet eigenlijk dat de data engineers bij bedrijven heel druk zijn met het platform en met het neerzetten van die data en kijken of de data er staat. En de analisten of de business gebruikers niet in staat zijn of niet die technische kennis hebben om dan echt die data op te pakken. Dus daar komt een rol, zien wij verschijnen, de analytics engineer. De persoon die eigenlijk de data, de brug is tussen de data engineers en de business en zorgt dat die datasets te komen. Dus hij of zij snapt hoe het cloud-platform werkt en hoe je data opwerkt. En aan de andere kant heeft ook verstand van de business, van hoe presenteer je bijvoorbeeld data, hoe bouw je een dashboard en hoe werk je daarmee. Is dat herkenbaar? Ja, absoluut. Dus ook binnen Bol.com zijn we heel hard bezig geweest om data science groot op te schalen. Daar zien we dat we enorm cloud kunnen leveragen. Maar je hebt wel een punt, is dat we toch wel vaak zien dat in de business als het ware, dichter tegen de sales aan, zeg maar, en tegen de operatie aan, dat daar niet dezelfde middelen beschikbaar zijn, niet dezelfde mogelijkheden. Dus dat toch nog wat onderbelicht blijft. Ja. Ja, en bij jou, Quinten? Ja, ik vind het wel interessant. Ik kom natuurlijk meer een beetje vanuit business- en gebruikersperspectief en heb een soort afwijking dat ik graag denk in klanten, interne klanten, externe klanten. Ja. Maar wat je net ook al zei, dat er natuurlijk ongekend veel data beschikbaar is en dat je er ook heel veel mee kan. Dat creëert natuurlijk ook een soort van stress bijna. Hè? Van waar vind ik nou eigenlijk nog wat echt relevant is? Wat kan ik er dan mee? Is het data om de data? Of wat is de bijbehorende use case? En ik kan me heel goed voorstellen dat in de verdere ontwikkeling van dit soort teams, dit soort afdelingen,
er ook veel meer gekeken gaat worden van hoe kunnen we dat productizen. En dus productizen nogmaals voor de interne klant, maar ook voor de externe klant. Hè? Dus ik zie ook echt wel vanuit het perspectief van Funda, we natuurlijk ongekend veel data hebben, dat er ook allerlei partijen zijn die graag wat ruwere data van ons zouden willen hebben. En dat ook een hele specifieke functie is. Want de product owners die wij nu hebben, die denken niet zo specifiek na over dat soort producten. Dat is toch weer anders. Ja. Ja. Ja, interessant dat je dat zegt. Hè? We zijn nu al bezig inderdaad meer intern te kijken. Maar dat zou, dus ook voor jou. Het is leuk om daar straks even in te gaan op die volgende stap. Daar ben ik voor gekomen speciaal. Ja. Hè? Ja. En als laatste punt, hè? Dus we hadden dus cloud platformen en over die analytics engineer die business laag opbouwen om die stap te maken. En als laatste, en dat raak jij net al een beetje, Quinten, maar over het opleiden dan van die business om met die data aan de slag te gaan. Hè? Dus eigenlijk wordt het makkelijker. Hè? Misschien worden, waar men vroeger misschien in analisten of BI-afdelingen zaten, die toch ook maar een bepaalde backlog aankunnen, hè? Zie je dat veel meer mensen op die business data kunnen werken zelf. Maar dan moet je wel die tooling snappen. Dus dat is één ding uit tooling. Nee, bijvoorbeeld Power BI, van hoe bouw ik een dashboard en hoe presenteer ik hem. Maar daarnaast ook van hoe ga ik met die data om? En wat is inderdaad informatie en wat is geen informatie? En hoe doe ik dat? Dus meer van hoe word ik meer een analist eigenlijk? En welke tooling kan ik dan gebruiken? En is deels denk ik ook een verandering dus in functieprofielen eigenlijk. Hè? Dus dat je ook in bepaalde functies veel meer het accent moet gaan leggen op dat analytisch vermogen en die natuurlijke interesse in niet zozeer opinie, maar data. Ja. Denk je dat jij op het moment komt dat je al je medewerkers ook vraagt dat ze die skill moeten hebben, dat iedereen in staat moet zijn om de data te benaderen op een of andere manier? Of zit je dat zijn die termen als iedereen. Hè, dat is natuurlijk toch, wij hebben, nu dan natuurlijk niet omdat het kantoor dicht is, hè, maar wij hebben ook cateringmensen voor ons werken. Ja, daar is dat natuurlijk veel minder relevant voor de functie. Ja. Maar ik denk in algemene zin dat data een ongelooflijk belangrijke grondstof is om je werk gewoon heel veel beter te doen. En dat zou wel in de ene functie wat meer zijn dan de andere. Maar het gemiddelde gaat over alle functies omhoog. Daar ben je absoluut van overtuigd. Ja. Ja, nou, goed op te horen. Ik denk alleen maar dat hetzelfde bij Bol geldt. Hè? Ja, absoluut. Ja, nee, dit zit uitgebreid ook nog in het verhaal. Dat, heel goed. Zeker nog terug. Ja, nou, en dat is, Sasje, daarom het is goed. En ik denk ook dat dit een mooi moment is om het verhaal aan jou te geven. Ik ben heel benieuwd op wat ik nu verteld heb inderdaad over het data literate maken en de cloud en hoe Bol daarmee omgegaan is. Want jullie zijn al een tijdje onderweg eigenlijk. Ja. En wat jij hebt ondervonden de afgelopen periode. Dus daar ga ik jullie inderdaad allemaal even door meenemen. En ik wil vooral ook vragen, mensen thuis, stuur lekker je vragen op de chat inderdaad. Opmerkingen, grappen, mogen allemaal. Rob, die houdt het allemaal in de gaten, begreep ik. En als het echt een hele goede grap is, dan zal hij hem even hier aan tafel herhalen. Leuke gifjes. Ja. En leuke gifjes, precies. Nou, ik zit er bovenop, tot nu toe nog geen vragen. Dus of het verhaal was heel duidelijk, hè, dat zeg ik altijd. Of het was heel onduidelijk, dat weet je nooit. Dus goed. In ieder geval welkom. Ik krijg hem welkom, Sasje. Nou, dank jullie wel. En natuurlijk ook dankjewel dat ik hier überhaupt even dit verhaal mag komen vertellen. Dat vind ik hartstikke leuk. Ik wil eerst even een klein beetje over Bol.com vertellen. Kijk, de meeste mensen weten natuurlijk wel wat Bol.com is en wat ze precies doen. Dus tot in dat detailniveau zou ik niet gaan. Maar ik wil ook wel graag vertellen even ons businessmodel, een klein beetje hoe het in elkaar zit. En ik denk dat het een beetje resoneert wat jij ook ziet, Quinten, is eigenlijk dat wij een soort rare driehoeksverhouding in stand aan het houden zijn. En aan de ene kant hebben we inderdaad onze klanten. Nou, dat is het profiel, dat is wat wij natuurlijk allemaal goed kennen. Maar aan de andere kant hebben we dus inderdaad ook de verkopers, de mensen die op ons platform hun spullen aan de man proberen te brengen. En we hebben als derde pilaar in die driehoeksverhouding ook wij zelf, als eigenlijk ook gebruiker, zoals ik weet het ook al zo mooi hoorde zeggen, interne gebruiker. Wij zijn ook interne gebruiker van ons eigen platform. Wij proberen dat platform te configureren, zo neer te zetten, zodat die verbinding tussen die koper en de klant en de verkopers goed gelegd wordt. En daar hebben we ook verantwoordelijkheid in. Nou, om het even een beetje pakkend te maken, wat zijn dan problemen, use cases die je klant wel heeft.
is heel simpel. Die willen vaak toch wel gewoon dat een order op tijd komt. Bijvoorbeeld, nou, dat kunnen we dan over gaan bellen. Ja. Een verkoper heeft dan vaak iets als van, nou, zorg je dat dezelfde informatie bij producten staat. En wij als organisatie zeiden van, hey jongens, zorgen jullie eigenlijk dat de boel wel een beetje in het geheel blijft. Hè? Van dat we de dingen wel op een legale manier doen. En ik ben ook even benieuwd, Quinten, bij jullie is dat een beetje hetzelfde, is het niet? Wij zitten natuurlijk wel in een wat andere business. Hè? Dus ik herken wel inderdaad verschillende type gebruikers dat je hebt. Ik denk, maar dan weet ik niet helemaal zeker hoe ver jullie zijn met de ontwikkeling van je data. Wat ik wel heel erg merk, ik ben nu zelf 2,5 jaar bij Funda. Dat wij eigenlijk de afgelopen jaar, anderhalf jaar, vooral onze basis aan de kant van het datateam, dus data science, data engineer, head of data, de tooling, de infrastructuur, dat we dat heel scherp hebben gezet. Ja. En dat we nu eigenlijk allemaal dingetjes die voor data werden gebruikt, wat best een beetje een warboel was, afscheid nemen. We hebben het eigenlijk opnieuw neergezet. Hè. Okay. Dus nu, kijk, Google Data Studio uitrolde van wie zijn de gebruikers, wie heeft beheerrechten, noem maar op. Dus wij gaan nu meer nadenken over hele specifieke use cases van die verschillende gebruikers. Van de gebruikers, ja. Ik heb straks wel wat voorbeelden wat we al doen. Dus niet dat we niks doen, maar ik heb wel het gevoel dat er nog heel veel meer kan. Ja. Interessant. Ik hoop dat we daar ook nog aan toe komen. En wat doe ik daar dan zo'n beetje op dat gebied? Ik hou me bezig inderdaad met definiëren dan van strategische doelen in het algeheel. Dat heeft dan echt te maken met inderdaad van hoeveel orders gaan we volgens onze belofte leveren? En hoe worden dan op dat moment geannuleerd, geretourneerd? Dat we daarna gaan kijken van dat we daar een goede voorspelling op doen. Dat we daar targets op kunnen zetten. Dat we kunnen kijken, gaat dat volgens verwachting of loopt dat compleet uit de mars? Maar ook de financiële gevolgen daarvan. Dus wat kost dat dan? En kunnen we dat goed dan terug allokeren naar een bijvoorbeeld naar een verkoper toe? Kunnen we zeggen van, hey, deze kosten die zitten specifiek hier. Of hebben we toch meer moeite? Dat heeft alles met die aggregatie ook te maken, hè, waar jij het eerder over had. Op welk niveau heb je wat beschikbaar? En dat wil je zo goed mogelijk en zo klein mogelijk maken, zodat je het zo makkelijk mogelijk weer kan verdelen over alle verschillende business units, als het ware. Ja, want als ik je mag onderbreken, want je hebt het over verkopers en jullie zijn een open platform. Hè? Jullie zijn niet een winkel, maar jullie zijn een winkel voor anderen, een shop in shop. Ja. Hè? En je wil hen dus ook als klanten dienen met data. Exact. Zo moet je dit dus ook zo zien. We hebben eigenlijk twee klanten. Hè? We hebben dus aan de ene kant klanten, inderdaad de mensen zoals wij ze kennen die kopen, maar verkopers zijn in bepaalde mate ook gewoon klanten voor ons. Hè? Dat zijn ook partijen, net zoals denk ik bij jullie de makelaars en de aanbieders zijn en uiteindelijk de mensen die op de website komen om een huis. Ja, jullie zijn in die zin natuurlijk ook een tweezijdige marktplaats met één verschil, dat jullie natuurlijk ook zelf, hè? Ja. Jullie hebben bol.com producten, die hebben wij niet. Nog niet. Wie weet wat er gebeurt. Zelf nog huizen. Merk is er sterk genoeg voor, maar de huizen zullen het niet helemaal zijn, denk ik. Ik kan nog wel andere dingen verzinnen. Ja, leuk. Ja, zeker. Ja, cool. Verder inderdaad. In inzicht bieden zijn wij natuurlijk van hoe effectief zijn we nu? Wat zijn de effectiviteit vanuit onze acties? En dat kan een concreet voorbeeld zijn van inderdaad van hoeveel lager gaan we nou een partner beoordelen op het moment dat die te laat heeft geleverd? Hè? Want dat is van, wat heeft dat dan voor effect? Dus dat we daarna gaan kijken van wat is dat resultaat daarvan? We kijken naar verrijking van data, intern met name. Dan hebben we het echt over die aggregatie, hè, van hoe kunnen we dingen onderbrengen. Denk aan rekenregels van als een pakket bij wijze van spreken retour komt, dan kan het zijn dat er twee retour komen. Het kan er zijn dat er één uit orde retour komt. Nou, hoe allokeer je dat dan weer terug? Weet je, dus dat soort vragen, daar krijg je regelmatig mee te maken. We hebben externe databronnen inderdaad. Nou, en we zijn onder andere inderdaad met productinformatie veel bezig. Kijken of we externe partijen ook kunnen gebruiken om onze productinformatie te verrijken, te controleren, te kijken of dat klopt. Omdat dat daar soms nog wel op aan te merken valt. En we dat gewoon, daar gewoon strak op moeten zitten. Dus daar externe databronnen aansluiten, er goed bij betrekken, is heel waardevol. En tot slot, dat is iets waar ik me dan inderdaad specifiek een beetje mijn pet project als het ware is inderdaad het schaalbaar handhaven van het platformbeleid. En dat betekent dus inderdaad van wat mag wel, wat mag niet. En kunnen we wat wel, wat niet mag, dat beleid schrijven, dat doe ik niet. Maar als het gaat over van, hey, hoe kunnen we nou ervoor zorgen dat we dat op een schaalbare manier gaan implementeren? Hè? En dat betekent dus van, als wij een product offline willen halen,
neem bijvoorbeeld plastic rietjes, hebben we onlangs van de website gehaald. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat dan nooit meer plastic rietjes op de website komen? Hoe kunnen we detecteren een soort van als een partij die plastic rietjes gaat aanbieden om dat zo snel mogelijk te vinden? Ja. En te zeggen van tevoren, hey, hoe houden we dat tegen? Daar komt natuurlijk ook een beetje data science bij kijken. Ja. Dus dat is wat ik doe. En dan kijk ik me ook wel een beetje even naar de mensen van, hey, als jullie even willen vertellen wat jullie doen en waar jullie mee bezighouden, dan mag dat natuurlijk ook. Hè, dat kan Rob daar ook weer wat over vertellen. En dan leren jullie elkaar ook een beetje kennen. Ik wil ook wat even hebben over verwachtingen voor dit verhaal. En we gaan even een paar dingen niet hebben. Want het landschap geeft wel een beetje verwachting dat we het gaan hebben over architectuur. Ik wil het eigenlijk niet hebben over architectuur. Mijn vader is architect. Ik heb al heel veel over architectuur gehad in mijn leven. Dus dat ben ik beu. Je bent er eigenlijk een beetje klaar mee. Ja, dat is het niet. Nee, maar wat ik wel ook echt vind van architectuur, net als echte architectuur, is het dient de gebruiker. Het dient degene die het moet ook. En zo ben ik ook opgevoed. Is het moet uiteindelijk fijn zijn voor de bewoner. En de ene bewoner heeft andere eisen dan een andere bewoner. Dus in die zin is een architectuur moet ook gewoon toegespitst worden op een bedrijf. Dus dat is inderdaad waarom ik niet ga hebben over de allerbeste architectuur. Want dat hangt dus af van de wensen van de gebruikers. Ja. We gaan het niet hebben over wat de beste analytische software is. We gaan geen stamstrijd doen. Dat is maar even soms ook gewoon wat je in je bedrijf tot je beschikking hebt. Wat je kan, wat je mag. Ga er gewoon voor. Het gaat mij over functionaliteit. We gaan het ook niet hebben over dat bedrijfje van Jeff B. Ik weet niet, iets Amerikaans of zo. Daar gaan we het niet over hebben. En we gaan het ook niet hebben of er een Nobelprijs voor data moet komen. Ja. Al vind ik wel dat we misschien daar wel eens over na moeten denken. Maar laten we even daar. Maar wat ik hier zonder dolle mee probeer te zeggen is dat we het wel over hier en nu gaan hebben. En niet over te grote visie van vliegende auto's noem ik dat altijd een beetje. Vliegende auto's, toekomstvisioenen. Nee, we willen het even hebben over... Daar hebben we ook Quinten ook voor. Quinten is van vliegende auto's. Ik moet wel zeggen dat ik hoop dat ik niet te veel bekeuring heb gekregen onderweg hier naartoe. Ja. Want die vloog wel. Ja. Mooi. Maar wat we wel over gaan hebben is een stukje historische duiding inderdaad. Gaat even hebben over data. Een klein beetje historie van bol.com ook op dat vlak. En het patroon we zien. Gaat het hebben over de uitdagingen die wij hebben gehad in ons team. En waar we nog steeds ook wel mee spelen. En wat we hebben geleerd van die tijd. En ik hoop daar ook een paar acties mee te geven die je morgen al kunt oppakken. Zullen dus niet complex en ingewikkeld. Nee, gewoon echt dingen die lekker hands-on kan gaan doen. Nou, ik hoop dat ik jullie niet teleurstel met deze verwachtingen. Ik vind het wel leuk. Ja. Ja. Ik krijg wel even vragen tussendoor. Want je hebt het over Jeff. Iemand zegt, is het omdat jullie bang zijn voor Jeff? Of bedoel je meer het product wat hij levert? Ik ben zeker niet bang voor Jeff. Ik vind het zelf interessanter nu met elkaar om te kijken waar wij voor staan. Waar wij mee bezig zijn. Dan wat na te hebben over grote concurrenten. Ik vind het leuk om maar in je eigen kracht te geloven. Ja. En natuurlijk kijken we ook echt wel met interesse wat zij aan het doen zijn. En met meer dan interesse wat zij aan het doen zijn. Maar dat lijkt me even niet het thema nu. Heel goed. Ja. Ja. Even terug in de tijd, jongens. Dus we gaan toch een klein geschiedenislesje tussendoor. Ja. Ja, lekker, kom maar. Jij denkt dat ik steeds aan jou denk. Die slide staat achter jou. Dan ziet dat zo raar uit. Ja. Ja. Nee. Dus hoe kwam het eigenlijk? Dus wat we hier zien is een paar hele oude analyses. En linksonder is onder andere een analyse van Florence Nightingale. En dat was degene die aantoonde dat hygiëne in ziekenhuizen toch wel een heel goed idee was. En in die periode, zo halverwege de 19e eeuw, kwam data-analyse behoorlijk in opkomst. En mijn open vraag hier eigenlijk is, ook voor thuis, is van... Weet iemand hoe dat kwam? Dat in één keer het aantal data-analyses en statistiek in zijn geheel echt zo begon te bloeien. Daarvoor was het er al, het bestond al. Maar het nam echt een vogelvlucht in die tijd. En daarna zijn ook een hoop dingen gebeurd. Printmedia, drukvers, of niet? Ja, in één keer, ja. Ja? Ja. Nou ja, dat was natuurlijk de manier om informatie en data te gaan verspreiden. En waarschijnlijk met wat ze daarvoor hadden, had niemand die data, informatie. En met de drukpers had je dat in één keer. Exact. Ja. Ja. De oude kranten. Ja, ik wou het net zeggen, maar ik liet je even uitspreken. Ik had niet verwacht. Sorry. Ik ben nog een beetje perplex. Meestal doen ze het. Nu doen ze het. Voorbereid met z'n tweeën. Dit doen ze. Ja, ik heb even een antwoord gestuurd. Ja, dan kun je even wit voetje halen. Ja, heel goed. Ja. Nee.
Nee, dat is helemaal hoe het is gegaan inderdaad. Dus eigenlijk even de eerste gegevensdrager, zou je het kunnen noemen. Een beetje gek om een papier gegevensdrager te noemen. Maar het is wel, we konden onze informatie beter opslaan. Ja. En over informatie opslaan gesproken, vond ik dit ineens een interessante grafiek. Zo even wat ouder, maar het is steeds super relevant. Als we kijken naar de kosten van een gigabyte over tijd. En als we even kijken hoe dat vroeger was. Nou, dat was op een bepaald moment tegen de miljoen aan. En inmiddels, nou, dit is 2015, ik weet niet wat het inmiddels is, maar we hebben het over centenwerk. En dit is de revolutie die wij tijdens ons leven gewoon hebben zien gebeuren, hebben meegemaakt en waar we nog steeds in zitten. En de vraag is eigenlijk ook, hè, welk vakgebied gaat er nu op staan? Hè? Destijds was het advanced analytics als het ware, statistiek. Ja. Maar welk vakgebied gaat hieruit voorkomen? Deze abundance, deze enorme hoeveelheid data die op ons af aan het komen is. Dus nou, hier heb ik nog even een mooi plaatje neergezet. Het was precies 5 MB, hoe even weer te geven van wat er lucht en shit voor nodig was. Ja, om een beetje data te verhuizen. Nou, data verhuizen doen we tegenwoordig anders. Dat doen we inderdaad zo. En dat is ook een waanzinnige innovatie die we natuurlijk hebben gedaan. Is van een stapel laptops naar een cluster. En, ja. En dit is wel een gaaf verhaal. Dit zijn we bij Bob.com zijn we dat ook gaan doen. Dit is overigens vrij letterlijk hoe we het hebben gedaan. We hebben echt een keer een stapel laptops gehad. En dat hebben we niet alleen gedaan. Dat hebben we inderdaad samenwerking nog met Xevia gedaan. Ja. Dus het leek me leuk om Rob daar nog heel even... Ja, dat was even om te bedanken. Nou, te bedanken. Nou, uit de oude doos inderdaad. In 2010, toen samen met Bol, hè, jullie vonden iets van 20 laptops in de kelder. Ja. En daar hebben we clickstream data van 19 dagen aan clickstream data. En daar hebben we de eerste recommendation engines op gebouwde zoeksuggesties. En we vonden het gewoon mooi. We hadden geen idee wat die hele data... We hadden het ook niet over big data. Dus Niels Basjes, ik weet niet of je het ooit nog hoort. Jij was daar super mee bezig. Vieze van Vollenhoven. Jullie waren echt wat dat betreft de voortrekkers van dit verhaal bij Bol. En super mooi om te zien dat we ook met een cluster maakten van laptops. En eigenlijk met Hadoop de big data journey van Bol kickstart. Ja. Ja. Moet wel eerlijk vertellen, Rob, ons Hadoop cluster staat niet meer aan. Hij is, is dat zo? Ja. Oh ja. Nou, ik heb meestal de afspraak met de klanten dat we hem aanzetten, maar dat we hem ook mogen uitzetten. Dus dan is er toch iets misgegaan. Dus dan zal ik Niels nog even bellen. Ja, nou, misschien kunnen we hem nog even aanzetten, dat jullie hem ceremonieel nog even kunnen komen. Lijkt me heel netjes. Oké. Goed. Maar die gevolgen zijn wel groot van die mogelijkheid tot opslag die zo ontzettend goedkoop is. Want ja, ik heb hier even doorgegeven, er wordt gedumpt. Hè? Dus er wordt data, komt in abundance, komt als een soort tsunami op ons af. En als we kijken wat voor gevolgen dat heeft voor het vakgebied analytics, maar eigenlijk voor iedereen die in data werkt, is dat gigantisch. Het is ook, denk ik, dit plaatje illustreert ook de ongestructureerdheid ervan. Dat is ook vaak wat er gebeurt. Dus het wordt vaak gewoon gedumpt in die zin, de data. En maak daar maar weer waarde van. Hè. Ga met elkaar kijken van wat het is. En de data wordt meer, groter en extremer in die mate in alle dimensies. En dat gaat zeker opleveren dat er een hele hoop werk is. Maar ook, dat is misschien het goede nieuws voor alle mensen die in data werken, ook nog aan zitten komen. Ja, eens. En een van de quotes, ik was eigenlijk eventjes aan het kijken en kwam ik dit al tegen. En dacht, ja, dat is toch weer een mooie quote. Is dat inderdaad afgelopen 2030 gecreëerd is dan in de hele historie van de mensheid. Nou, het geloof ik wat voor gekkigheid we bezig zijn met elkaar. In het verzamelen, in een soort van enorme verzamelwoede van alle informatie. Kan je ook toch Lars neerzetten. Dat is wel anders. Ja. De grote vraag hier inderdaad. Wat kunnen we nou met al die data, jongens? Wat gaan we daar nou allemaal mee doen? Alles wat we hebben verzameld. Het is gek om niet te denken of we gaan het wel meten. En dat is ook inderdaad waar ik het ook nog wel meer over heb. En waar we hem ook lekker terugpakken op bol.com inderdaad. Wat voor use cases zie ik? Vind ook voor jullie altijd interessant. Stuur me ook weer lekker in de chat. Wat zijn de use cases die jullie zien in data? Ik heb een paar groepen gedefinieerd in de organisatie die ik zie als gebruikers van onze data. En ik heb een paar typische vragen, een beetje de classics van datavragen, heb ik even op een rijtje gezet. Ja. En als we dan kijken naar leadership die heeft natuurlijk altijd behoefte aan targets, aan overzicht,
inderdaad even een uitdraai van dit of dat. Ik was eigenlijk ook nog wel heel erg nieuwsgierig, Quinten. Wat voor vragen stel jij eigenlijk aan je datateams? Ik hou heel erg van data, dus ik stel, dat is heel divers qua vragen. Dus we hebben net een nieuw product gelanceerd. Dan wil ik weten hoe dat product het doet. Hoeveel klanten hebben dat al geactiveerd? Hoeveel mensen kijken ernaar? Als ze ernaar kijken, hoe lang kijken ze? Wat doen ze dan daarna? Ik wil data hebben over de markten waarin wij zitten. Hè? Dus we zitten in de woonmarkt, we zitten ook in de huurmarkt, we zitten in nieuwbouw, we zitten in vakantiehuisjes. Ja. Wat gebeurt er in die markten? Wat doen concurrenten? Maar ik wil ook data hebben. Wat gebeurt er in het buitenland? Wat doen onze internationale peers? Hoe ontwikkelt zich dat? Hoe ziet in pricing eruit? Ja, je kan het eigenlijk ook hè, als we er hier zo over praten, je kan het zo gek niet bedenken, maar eigenlijk alles is op een of andere manier wel data. Hè? Als je in een digitaal bedrijf zit. Dus ik stel heel vaak, ja, eigenlijk data gerelateerde vragen. Hè? Of de onderbouwing ervan. Als iemand zegt, ja, we hebben een idee, we willen dit en dit doen. Heb je het getest op de site? Wat kwam er dan uit? Is dat gewoon zo'n verborgen deurtje wat we doen? Is het thumbs up, thumbs down? Ja. Klanttevredenheidsonderzoek, NSS, wat komt er dan precies uit? Nou, het is dus ook bijna veelheid aan data, ja. Mooi. Ja, dus zo zie je inderdaad, nou, fijn dat ze een beetje overheen komen. Nou, bij ons vragen die dan gesteld worden inderdaad is wel van, wat is de invloed van bijvoorbeeld een slechte aankoop dan op de customer lifetime value? Dat is typisch zo'n vraag die we dan stellen. Nou, daar doen we dan een onderzoek naar, bij wijze van spreken. En dan kijken we en zien we dat het op zich geen effect heeft op de customer lifetime value, maar dat het bijvoorbeeld heeft op de profitability van een klant. Van hoeveel kans, als je ooit een case hebt gehad als klant, dan is de kans dat je daarna toch een beetje vertrouwen, toch een klein beetje beschadigd, dan ga je daarna net even iets sneller bellen. Ja. Dat zijn dan typische dingen die dan zo'n datateam hier kan doen. En wat wij binnen bijvoorbeeld komen ook in het datateam dan analyseren en kijken hoe we daarmee doen. Maar dat leadership is niet de enige klantdata. We hebben ook zeker ook operational teams die erg veel behoefte hebben. Vaak ook lijstjes, maar ook wel doen we de juiste dingen, maken we het verschil. Dus daar had ik ook wel inderdaad een voorbeeldje van. We hadden inderdaad de PlayStation 5 wijze van spreken. Die wordt dan even online gezet, die komt even beschikbaar. En binnen 5 minuten hebben we zoveel bestellingen gehad. Ja. Dat de voorraad al lang op is. Maar krijgt dat product maar op tijd ook weer ervan af. Zo snel ervan af. En in die tijd dat duurt, heb je er nog weer x verkocht. Dus je moet de klanten teleur gaan stellen. Nou, hoeveel zijn dat er dan? Wie zijn dat dan? En kunnen we die even allemaal een mailtje nasturen van, shit, we balen er wel erg van. Dus dat zijn dingen die een operations team dan weer heel erg aan ons kan vragen. Oh ja, en de CSV naar Excel, dat wilde ik ook wel even illustreren, ook weer voor iedereen. Kijk, ik bedoel, Bob komt misschien van de buitenkant, dan denk je van daar zal alles wel goed geregeld zijn. Oh, bij ons draait ook Excel, bij ons draaien ook CSV's. En als Excel het niet meer zou doen of een groot probleem zou hebben in hun software, dan hebben wij ook een heel erg groot probleem, denk ik, zoals bijna elk bedrijf in Nederland, verwacht ik. Dus dat is ook nog een mooie. We hebben ook nog projectteams inderdaad. Die hebben allemaal, die kijken meer naar innovaties. Van wat zijn nou dingen die we daar op kunnen pakken. En echt productteams, daar denk je echt over eigenaarschap, functionele backlogs, over inderdaad van processen. Van dit is compleet wat wij als engineering team aan werken. Ja. En die vragen inderdaad wel vaak over van, doen we de juiste dingen? Wat zijn onze initiatieven waard? Of doen we... beginnen we op de juiste plek als we een probleem willen oplossen. En dan komen ze toch ook wel vaak bij de data uit. Want ze willen graag het verschil maken, zichtbaar, in de data. En dan gaan ze dus aan de data-analyst vragen, een soort van, moet ik dit doen? Helpt dat dan? Weet je? En dan zeggen ze, ja, nee, dit een beetje naar links, een beetje naar rechts. Ja. Dus dat, Als ik op praten, dan is het nog steeds een vraag. Dus het is nog steeds een groep mensen die dan dus tussen de business en de... Ja. Dus voorzie je wel uiteindelijk... Dat het beweegt naar dat bijvoorbeeld de projectteams dat zelf kunnen doen? Of denk je van nou, dat... Daar kom ik nog terug, terug. Maar absoluut, dat is zeker een punt natuurlijk. Dat zien we met die vraag aan data. De vraag die er op ons afkomt, de grootte van de vraag van met alle data die er heerst, is van...
hebben we nog genoeg aan de mensen die er zijn? En hoe zorgen dat er genoeg mensen komen die voldoende van data weten? En ik dacht, ik vond dat je het al heel erg mooi zei net. Is van, ja, we hebben daar wel een hogere drempel bij wijze van spreken voor nodig. Dus iedereen zal een beetje mee moeten helpen. Anders hebben we niet genoeg inzicht. Dus we gaan langzaam meer met data bezig zijn. En ik zou echt ook wel willen zien en voorspellen naar de toekomst toe. Dat we allemaal daar ook meer mee bezig zullen gaan. Dat veel normaler is dat we onze dag beginnen, eindigen en ergens in het midden wat over data zien. Waar dat nu meestal toch nog wel een stuk minder frequent is. We hadden eens een heel praktisch voorbeeld. Vorige week zat ik met onze head of data. En eigenlijk waren we gewoon een beetje aan het praten. En toen kwamen we erachter, want we maken dan die move naar Google Data Studio. Dat mensen dat intern meer kunnen gebruiken. Moeten we gaan inrichten. En toen zei ik van, goh, dan moet je dat ook meenemen in het onboarding programma van de nieuwe medewerkers. En toen zei hij maar, wij zitten helemaal niet in het onboarding programma. Dat zijn typisch van die dingen natuurlijk. Dat is zo'n, de data is cruciaal. Die afdeling, wat die voor je kan doen, hoe die je kan helpen, is natuurlijk cruciaal. Er zijn heel veel van dat soort dingen waar je eigenlijk ook ziet dat wij in ieder geval ook echt opschuiven. Het veel serieuzer nemen. Veel meer onderdeel maken van eigenlijk je normaal. Niet aan de zijkant, maar echt in het hart van het bedrijf. Ja. Volgens mij zijn dat allemaal van die stapjes waar je mensen veel bekender maakt. Wat je met de data kan doen, hoe je dat kan gebruiken. En dat ze uiteindelijk ook de tooling en de training krijgen. Ja. Om dat wat relevant is voor hun rol, dat ze dat ook daadwerkelijk kunnen doen. Ja. En dan bij voorkeur alle andere data er ook afsnijden. Hè? Dus dat is zou wel een soort, anders is dat zo verleidelijk volgens mij. Ja, dat is interessant. Relevant maken. Ja. Dus de grote vraag is wel inderdaad, en dat sluit ik aan, van hoe kunnen we inderdaad meer halen uit onze huidige capaciteit aan analisten? Laten we even zeggen dat we niet inderdaad een berg extra gaan aannemen, maar dat we inderdaad gaan kijken naar het analyseren van analysevragen is ook tijd. Dus dat wilde ik nog maar even benadrukken. Is van, analyseren wordt soms gezien als van dat is gratis. Zo van, even kijken of we optie A en optie B moeten doen. Maar bepalen te kijken of we optie A of optie B moeten doen, kost ook tijd. Dus soms is een gut feeling decision fijn. Maar als het even kan, snel met de data, dan natuurlijk met de data. Ja. Maar waar we dan speciaal naar kijken is even van, er is gewoon meer in het datateam. En jij ligt het net al, je had al een mooie introductie van er zijn accenten van zo'n datateam. En dat is ook, data is natuurlijk te algemeen en een datateam is ook een te algemeen begrip in die zin. En ik heb een paar accenten genoemd, maar ik verwacht dat er nog veel meer gaan komen. En die zijn er al lang, een aantal. Maar ik wil even op 3 een beetje inzoomen, want die vind ik wat nadrukkelijker nu ook echt de aandacht vragen. En dat is ook waar wij de meeste stappen op gemaakt hebben en waar ik denk dat veel organisaties stappen op kunnen maken. Ja. We hebben het over echt hoge kwaliteit aan data. Dus inderdaad ook als verantwoordelijkheid van het datateam. Kijk naar de verantwoordelijkheid om inconsistenties, maar ook volledigheid van data continu aan te kaarten bij de partijen die de data maken. Dit is iets wat vaak toch een beetje wordt vergeten. Oh, die data is niet goed. Kunnen we niet gebruiken? Gebruiken we die data niet of wat dan ook? Terwijl ik denk, ja nee, verantwoordelijkheid terugleggen. Zorg ook dat die verantwoordelijkheid voelt en dat het ook de verantwoordelijkheid is van het datateam. Dus zet dat erin. Experimenteren en gewoon, dus dat is high quality data. En de beste data komt uiteindelijk wel, wordt vaak met een doel verzameld. Hè? Dus de data die je wil hebben, dan moet je eigenlijk dus de sensoren die je plakt ergens, die heb je met een doel daar neergezet. Omdat je een antwoord wil op een bepaalde vraag. En daarom is high quality data is vaak data die je wil verzamelen met een doel. En daarom is experimenteren zo essentieel. Is uiteindelijk doelgericht informatie verzamelen. En een goed experiment opzet is de verantwoordelijkheid van een datateam uiteindelijk. Heb je een voorbeeld van zo'n high quality dataset dan? Wat moet je dan aan denken? Dat kan in allerlei vormen en maten. Maar meestal, ik zit dan gelijk al te denken van nou, wat is goed. Ik heb er niet eentje zo top of mind dat ik denk. Ik kan er wel nog even terugkomen straks met van hoe je data makkelijk kunt verzamelen. En hoe je daar vaak ook het beste naar komt, kunt kijken. Ja. Maar ook high quality data is een beetje involvement van anderen door ook een beetje show and tell te doen. Dus ook te laten zien aan de organisatie wat er wel niet beschikbaar is en wat cijfers zijn. Want dan ga je dat gesprek gaan krijgen en dan krijg je geheid iemand die zegt, hé, maar dat is een gek datapunt. En dat is een hartstikke interessant gesprek. Daar moeten we niet bang voor zijn om een keer een gek datapunt de wereld in te slingeren. Dat gebeurt heel regelmatig. Waar we bang voor moeten zijn is dat gesprek helemaal stokt. Dat we daar niet meer over hebben, dat datapunt. En dat we daar conclusies op gaan trekken op die foute datapunten. En dat we daar beslissingen op gaan nemen. Dat is gevaarlijk. Ja. Dus dat is precies ook, je had het net al even over data democratisering. Dat is precies waar we dan naar kijken. Is van, gooi de data ook de organisatie in. Zorg dat mensen die data zien. En
en sta open voor inderdaad suggesties, feedback en eventueel andere dingen. Zeker ook met demo's. We hebben hier inderdaad ook het over strategie. Over hoe we met onze inderdaad strategie involvement omgaan. Zorg dat, dat je als datateam ook involved bent in de strategie van het bedrijf. Dat er belangrijke doelen, dat je met elkaar bezig gaat met doelen. Kom ik ook nog, ga ik nog iets uitgebreider bij stilstaan en zo. En dan een hele belangrijke analytics engineer is al even genoemd hier. Maar de technische fundatie van een datateam heeft ook onderbelichting. Ik ga nu even gewoon deze punten langs met even van use cases, dingen die we echt doen bij wijze van spreken op regelmatige basis, die hier aan bij hebben gedragen dat wij hier stappen op hebben gemaakt deze onderwerpen. En dat zijn als het goed is ook dingen die je gewoon inderdaad morgen nog op kan pakken. Had je nog een vraag? Ik krijg een vraag van Thierry Spit van de Nationale Nederland. Misschien haakt hij ook hierop in op de analytics translator rol en zien we de strategy involved. Kom je daarop terug? Ja. Daar kom je op terug. De analytics translator rol niet zodanig. Die heb ik niet specifiek in het stuk genoemd. Als ik hem zou zeggen, zou die wel zitten op een strategy involvement. En inderdaad, maar ook echt op experimenteren. Dat is wel waar analytics translator ook op zit. Ja, het is ook weer zo'n nieuwe rol die ergens tussen de wakjes valt. Maar wel ook een waanzinnig belangrijke rol weer. En de belangrijkste rol vind ik eigenlijk daar heel vaak die vertaling maken naar... Wat kunnen we nou in de functionele systemen veranderen? Kijk, dat is precies die trick vaak die met die analytics translator rol heel goed wordt vertolkt. Ja. Ja, ja, want jullie trainen wel je product owners als analytics translator. Of denk je, wat doen jullie dat? Of iets, zien jullie dat dan om product owners meer data savvy, meer... We hebben wel data trainingen, product owners om te zeggen dat al onze product owners super data savvy zijn, die uitspraak zou ik niet hier direct durven doen. Er zijn wel in ieder team zitten data savvy mensen en we weten elkaar wel te vinden. Dus in die zin is data wel in het product goed vertegenwoordigd. Ja. Al wel, kan altijd beter. Ja. Ja. Dus wat zijn er wel een aantal dingen die we inderdaad dan direct kunnen doen? Dit is iets waar we vorig jaar of anderhalf jaar of zo een beetje mee begonnen zijn. Ik weet niet, ken je het boek toevallig? Ja, zeker. Ja, heel goed. Dit is wel een heel vet boek ook om te lezen. Als het gaat over experimental design. Als het gaat over hoe kom je snel van een use case, van iets, een probleem, naar een eerste antwoord op die vraag. En dat is vaak waar we bij veel problemen zien dat we enorm gaan investeren in die oplossing om een experiment te kunnen draaien. Dat je dus eigenlijk de hele body al neer gaat zetten om uiteindelijk te gaan aantonen of iets wel of niet een goed idee is. Het probleem is, als je dat hebt gebouwd, dan heb je al zoveel investering gedaan, dan wil je eigenlijk niet meer terug en dan ben je al veel te involved. Nou, dat is volgens mij heel herkenbaar voor heel veel bedrijven, dat je vaak te diep gaat in je investering om experimenten te doen. Ik vind dat dit boek echt een paar hele praktische hulpmiddelen biedt om je heel snel tot antwoord te komen. En een van de mooiste dingen vind ik inderdaad het doelgericht data verzamelen. En soms zo simpel als met, doe nou eens gewoon wat user interviews. En dat is gek ook, zeker het tweede punt, don't start with the data, is heel erg belangrijk. Ik ga nou eerst dat probleem goed definiëren, voordat we onze veilige wereld van de data induiken. Nee, eerst eventjes, welk probleem proberen we nu op te lossen? En maak die scope zo klein mogelijk en ga daarna denken van, hé, wat zijn de databronnen die ik daar eventueel voor zou kunnen gebruiken? Of ga ze gewoon zelf verzamelen? Dat is altijd een optie, is ook makkelijker dan al je tegenwoordig. Ja, ja, mooi. Nou, ik ken het boek niet. Als je zegt dat dan wel bij Bob.com. Absoluut. Ja. Maar is dat dan, jij hebt dat boek gelezen en je vindt dat interessant? Of is dit groter, zeg maar, binnen Bol? Dat dit dan daarmee ook een beetje filosofie is, zo doen wij dingen. En als ik binnenkom, dan krijg ik dat boek, zeg maar. nee, dus niet, nog niet op dat punt. We zijn eraan toe, we zijn hiermee aan het experimenteren. Dus eigenlijk helemaal in de geest van het boek. Dus we doen het ook weer over vijf dagen. Precies. Nee, stapje bij beetje. We doen het zelf, stappen. Wij zijn zelf als team daar wacht voordrager van geweest. We hebben er echt grote stappen mee gemaakt. We zien wel dat het aanslaat en dat meerdere teams ook aan ons vragen, hey, wil je eens met ons zo'n design sprint doen? En er zijn meer teams die zeggen, vinden dat super interessant, zeggen, hey, ik wil dat ook doen. En zo begint dat langzaam te leven. Ja. Ik moet zeggen wel, ik zag wel laatst ook weer hele oude slides van Bob.com voorbij komen, het hele principe van je hypothese snel testen. En dat zit wel diep in het DNA van Bol.com. En dat prediken we echt al jaren gewoon. Echt die meer wetenschappelijke basis, maar wel ook smart en fast.
En dat, dat is zeker wel iets wat in ons DNA zit, wat ik bij iedereen eigenlijk terug zie komen. Dus dat, geest van het boek wel, maar er zit hier, vind ik nog wel, gaat eigenlijk nog wel een stapje verder. Zeker wat wij ook met het team op een gegeven moment bereikt, is dat je gewoon per week één experiment doet. En dat is echt een tempo waarin je leert. Ja, er zijn teams die doen er maar een paar per jaar. Ja, dat is een groot verschil als je dan elke week zo'n bouwsteen neerzet. Voel me daarin af, doen jullie ook echt aan gebruikersonderzoeken en klanten in die zin bij jullie langs laten komen, kijken hoe zij naar de website gaan? Ja, nu dan natuurlijk niet. Nee. Dat is meer corona gereden. Ja, nee, zeker. Nee. Dus we hebben ook een eigen research team. Dat is inmiddels 3 mensen groot. Dus wij doen heel veel interviews met klanten, zowel aan de makelaarskant als de consumentenkant. Ja. En dat varieert van dingen die we uitgewerkt hebben om voor te leggen, tot veel meer exploratief onderzoek wat daarvoor zit. Voordeel wat wij hebben, dat hebben jullie natuurlijk ook, omdat je zoveel gebruikers hebt aan allebei die kanten, zowel die makelaarskant als die consumentenkant, kan je ook ongelooflijk veel dingen ofwel uitvragen, gewoon op de website, of gewoon uitproberen op de site. Hè? Dat je gewoon gaat lopen spelen met icoontjes die je verhuist, noem maar op. Precies. Wij zijn, daarom voel ik dat ook een beetje van, hoe ver ga je dan in zo'n methode? Ik denk dat wij nog veel meer een soort best practice voor Funda. Weet je, hoe willen wij dat nou binnen Funda doen? Op basis van de dingen die we de afgelopen 2 jaar hebben geprobeerd. En daar zeg maar een soort gezamenlijkheid vinden. En dan denk ik dat het veel sneller gaat. Dus we hebben dat best een beetje wat laten gebeuren. En dat is prima. Dan zijn mensen ermee aan het spelen. Maar wij hebben nu op heel veel vlakken wel dat veel meer bij elkaar kan komen. Van oké, dit is hoe we het willen doen. Ga je mensen daarop selecteren? Ga je dat in je trainingsprogramma's meenemen? Nou ja, en dan kan je gewoon harder gaan. Ja, het is heel gaaf als leadership dit gaat ondersteunen, zeg maar. Ja. En dat ook als cultuur gaat zien voor een bedrijf. Dan krijgt dat zo'n vet duwende rug dat inderdaad echt onderdeel van het werk wordt. Ja, heel cool. Dat is wel het idee. Ja, gaaf. Dus inderdaad, even diep ademhalen en lekker gaan experimenteren. En het vraagt een open mindset, hè? Dus in die zin moet je er gewoon lekker voor gaan. Dus inderdaad, even de eerste stappen. Wat kan je gaan doen? Ik heb er net iets meer op geschreven. Daar kun je ook aan de slag. Zeker OKR's zijn wij echt ontzettend fan van. Dus lees wat OKR's zijn. Maar stel ze op met je team. Ga ze maken. Dwing je heel erg om 1 lange termijn. Maar 2 ook gewoon what's the next best step te denken. Werkt net goed. 4 oogprincipe compleet in het team geïntroduceerd. Kan eigenlijk tijdens deze tijd nog makkelijker dan ooit. Maar dat is echt wel belangrijk. Zorg dat altijd meerdere mensen naar je analyse hebben gekeken. Dus is altijd goed in de teams. Dat is moet gewoon best practice zijn. En ook naar de organisatie toe, inderdaad support en trainen. Inconsistenties, zoals ik al eerder aangaf, onvolledigheid bij de bron aangegeven. Maar ook naar de rest van de organisatie. Laat mensen meelopen. Kom met een vragenuurtje. Nodig ze uit. Kom meekijken met data. Mensen vinden het vaak fantastisch. Ja. Hele organisatiecollega's willen zo graag ook gewoon een beetje leren van wat wij aan het doen zijn. Vinden ze hartstikke mooi. Dus maak daar gebruik van en nodig geweest daarin uitnodigen. Goed, dan hebben we het inderdaad dan over strategy involvement. En dan heb ik eigenlijk een ander boek. Ik ben eigenlijk wel benieuwd, heb je deze dan ook gelezen? Nee. Die nog op je. Nou zeggen, dan moet ik die vanavond gaan kopen. Nee, dat ga ik niet. Die zal ik later. Nee, deze is. Dit is ook weer. We gingen het niet over die man in Amerika hebben, maar die man in China. Die heeft toch wel echt een iets minder bedreigend. Weet ik niet. Die is ook, vind ik ook wel eng hoor. Maar. Smart Business heeft wel echt een heel mooi boek geschreven over inderdaad hoe je met data omgaat. En die hebben het inderdaad over inderdaad wel de netwerkcoördinatie en inderdaad de data intelligence als yin en yang samen. En die netwerkcoördinatie, daar staat wel visieleiderschap in. En dat is ook het punt wat ik met deze slide vooral wil maken, is van stel wel met elkaar, ga daarnaar op zoek naar die formule voor succes. Ga op zoek naar wat je als bedrijf wil bereiken. Wat is nou eigenlijk inderdaad die doelvariabel waar je voor gaat? En niet 15, niet 22 KPI's en 27 health KPI's, zeg maar. Dat is een beetje wat ik doorgaans heel vaak zie. Nee, probeer eens even te zeggen van als ik 1 ding nou echt heel belangrijk vind waar ik Nederland langs wil leggen, wat is dat dan? En dat is dat is vaak een moeilijk vraagstuk. Komen pijnpunten altijd enorm goed naar boven in een organisatie. Ja. En daar leer je ook waar keuzes gemaakt worden en soms ook waar niet. En dat is goed om dat expliciet te maken. Ja. Kan het dan op een niveau zijn van klanttevredenheid bijvoorbeeld? Of is dat te algemeen? Dat zit er wel in. Ik ben zelf niet. Kijk, NPS is een mooie manier om te kijken van wat er gebeurt bij
bij je klanten. Maar hij is niet zo stuurbaar in de zin van je organisatie kan er in die zin alleen maar heel erg reactief op zijn. Ik wil iets dichter op de bal zitten wat dat betreft. En wij kijken meer van in hoeverre voldoen we volledig aan onze beloftes in die zin. Kunnen we dat bijhouden? Kunnen we kijken of elke order inderdaad compleet volgens plan is verlopen? En zo niet. En wat zijn dan de dingen? Nou, en als je er zo naar kijkt als organisatie, dan zeg je echt die succesvolle interactie. Ja. Die gaat absoluut meedragen aan het succes van Bob.com. Ja. En dan die OKR, dan heb bijvoorbeeld 99,9% ja. moet goed worden uitgeleverd. Ja, en dat ga je dan tracken en dan kijk je wat daar misgaat. En of daar een verzameling in zit. Of dat terug, ja, exact. Ja. Ja, precies. Okay. En eentje die vaak ook nog wel ontbreekt, is wel gewoon een datacommunicatieplan. Denk in die zin wat ik echt een van de dingen vind waar we wel grote stappen mee hebben gemaakt, is denk wel na over hoe je naar bedrijven communiceren. We noemen het voor de grap onze teammeeting wel eens een redactievergadering. Dat we echt een soort van denken van oké, welke informatiepuntje gaan we hier droppen? Welke informatiepuntje gaan we hier droppen? Wie targeten we eigenlijk met deze informatie? Wat willen we veranderd hebben? En dan ook echt bewust leadership gewoon targeten. Zeggen oké, maar deze informatie moet bij deze persoon terechtkomen. Kunnen we die aanzijn? Nou, dan heb je tegenwoordig allemaal mooie kanalen. Je hebt natuurlijk e-mail, maar we hebben tegenwoordig vaak ook een interne Facebook. Ik weet niet of jullie hem ook hebben, maar dus daar kan je dan ook weer gewoon zorgen dat er regelmatig over data gepost wordt. Dat er en zorg dat je momenten hebt, hè, meeting updates, cadans, die in die zin gewoon je voortgang op data laat zien. En dat doe je gevraagd en ongevraagd, neem ik aan. Hè? Dus ook data die ook jullie zien van hé, maar dat zou heel interessant moeten zijn voor die heeft die vraag nog niet gesteld, maar laten we wel zorgen dat. Exact. Ja. Dus juist die ongevraagdheid, want dat is een beetje waar ik soms de reactieve houding is er ook wel van. Hè? Soms zie je dat wel, dat er een reactieve houding is van kijk, doe het alleen maar als het aan me gevraagd wordt. Soms mogen we best wel even zeggen van hé, maar we zien wel heel veel doordat we zoveel data zien. Ja, ja. En wij kunnen daarin ook wel echt heel goed behoefte zien. En ik heb eigenlijk bijna altijd gezien dat er zo enthousiast op gereageerd wordt als je eens een keer ongevraagd met een soort van hé, wacht even, hier hebben we echt een zo'n datapunt, kun je dat, daar kun je volgens mij wat mee. Ja. Maar dan heeft het ook echt, dan krijgt het waarde en heeft het uiteindelijk ook impact, zeg maar, op je business of welke OKR's je dan ook hebt gesteld. Precies. En wat anders dan leuk dat jij dat zag in de data. Ja. Maar en wat heb ik er nou als klant van Bolla gehad of als verkoper? Ja. Ja. Dus je promoot je, hè? Dus een promotieteam dan, van het data. Ja, dit is eigenlijk je interne gebruiker die je proactief opzoekt met andere producten in de vorm van data die je ook nog beschikbaar hebt. Ja, waar je misschien zelf helemaal nog niet aan heeft gedacht. Ja, ja, absoluut. Het is inderdaad een interne PR-campagne. Gewoon starten met wat we nodig hebben voor data. Ja. Ja, zeker waar. Dus daar staan inderdaad een aantal tips nog. En de Strong Tech Foundation. Nou, hij was al even genoemd, maar er zijn een paar inderdaad mooie principes die we wel zien. Die in principe zien we, analytics is ook gewoon code, hè, met elkaar. Dus de queries zijn code en dat is uiteindelijk Excel is ook gewoon een stuk code. Dus we zien dat de best. En er is een groep mensen die enorm veel verstand heeft van hoe je code het beste schrijft. En dat zijn toch wel onze software developers en engineers. Er zijn heel veel best practices. Er is heel goed over nagedacht over hoe je dat het allerbeste kan doen. En het wordt wel tijd dat de datateams dat ook volledig gaan omarmen. Dus dat we met elkaar ook gaan stellen van, weet je, wij gaan die best practices ook toepassen. We gaan er ook echt mee aan de slag. En we gaan er ook voor zorgen dat we inderdaad ook dus die versioning doen. Dat we code quality testen daarin schrijven per programming. Noem het maar op. Dus een hele bak aan tools die we kunnen gebruiken. Er zijn ook allemaal tools voor. Dat is ook altijd het mooie van software development. Die maken ons hun eigen tools ook gelijk. Dus dat is die moeten we gaan leveragen. Juist in de datateams. En dat gebeurt nog te weinig. Maar liggen gigantische kansen. Ja. Nou, het is dus eigenlijk hetzelfde wat je misschien zag bij de data scientists. Meer de programmeurs, zal ik maar zeggen, in het datadomein stapte. Gebeurt het dan dus ook nu meer bij de traditionele BI-achtige afdelingen? Dat je naast SQL dus ook programmeerkennis nodig hebt. Is dat dan? Ik denk als je een compleet datateam hebt, hoe dat ook in jouw organisatie georganiseerd is, dat het heel verstandig is om daar focus te leggen op
ook een tech-accent. Dus echt een rol die zich 100% bezighoudt met juist die aansluiting met technologie. En ik zie wat het bij ons vaak was, is dat, dat er toch altijd nog wel een klein beetje een gap is tussen inderdaad. Hè, van, we hebben op techniek werken toch op een andere manier, vaak langer termijn. En inderdaad de business, vaak korte termijn snel. En dat datateams vooral werken voor de korte termijn club. En dat daarmee die focus, een soort van naar dat stukje techniek, er niet is uit een team. En dat is zonde, want wat ik wel heb gezien op het moment dat we dit gaan doen, en we zijn het gaan doen, en iemand uit het team heeft zich hier compleet over ontfermd. En die heeft die rol op zich genomen, dat iedereen uit het team effectiever wordt. Dat onze analyses kwalitatief beter worden, want er zit meer lijn in. Dat onze definities worden rechtlijniger. Er zit op zoveel assen zie je dat eigenlijk iedereen uit het team bijna keer twee gaat als het gaat over wat kun je nou uiteindelijk bereiken. Ja. Moet natuurlijk niet met het hele team die techhoek induiken, want dan klopt het ook niet meer. Dus het is een verhouding, maar het is wel een accent die ik extra sterk wil leggen, omdat ik vind dat we hier het grootste delta te overbruggen hebben. Ja. Even voor mijn beeldvorming, als je het hebt over de data engineers, data analysten, data science mensen, hoeveel zijn dat er bij jullie ongeveer? Dat zijn altijd goede vragen. Dat weet ik niet direct zo uit mijn hoofd. Neem een beetje orde van grootte, weet je. Is het 15, is het 50, is het 100? 50 en data scientists zitten ook nogal, dus zitten er nogal overheen. Data engineers hebben er nog wel een hele hoop meer van. Die zitten nogal in verschillende teams. Dat hangt een beetje vanaf hoe ze dan net genoemd. Dus sommige software engineers die doen feitelijk data engineer werk, maar die noemen zich software engineer en andersom. Dus ja, het is dat die orde van grootte moet je denken inderdaad. Ja. Niet honderden, nee. Nou, wel significant groot. Het is zeker groot. Zeker een grote club. Ja. Hoeveel zijn het bij jullie? Nu is 10, denk ik, 10. Dus echt een stuk kleiner. Ja. We hebben nu net 3 nieuwe mensen aangenomen die dan per 1 april beginnen in het team. 1 data analyst, 2 data engineers. Ja. Maar wij komen echt, toen ik begon, van gewoon geen data team. Zo. Gewoon echt geen. Niks. Ja. Dus dat is echt al, wij hebben eigenlijk al best wel heel veel stappen gezet. Niet dat we niks deden met data, maar dat was niet een specifieke... een rol. Wat ik wel interessant vind, ook zo in het midden, als je dan die functie ziet. Ik denk dat je ook rond data, wat je met heel veel functies ziet, hè, in de loop der jaren ontwikkelen die zich. Die worden belangrijker. Binnen zo'n rol ontstaat specialisme. Hè, wat vroeger 1 generiek iemand deed. Ja. Het wordt nu zo belangrijk, zo groot. Dat worden specialismen. Vroeger had je de product owner. En die deed en het research en het design. En UX design was helemaal geen aparte discipline. Nee. En in de loop der jaren, dit is zo groot, zo belangrijk geworden. Dan loont het ook om specialismes te gaan maken. En dat is volgens mij ook, goed, dat weten jullie beter dan ik, maar een soort van evolutie eigenlijk van hoe data binnen organisaties belegd wordt en welke rollen en profielen daar dan precies bij horen. Ja. Want Quinten, jij bent, je zei het al, 2,5 jaar geleden bij Funda begonnen. Hè, wat trof je toen aan? Van de buitenkant, ook wel van de binnenkant moet ik zeggen, natuurlijk een heel succesvol bedrijf. Hè, in de zin van, als je kijkt naar de marktpositie, marktaandeel, omzet, hartstikke gezond. Eigenlijk heel weinig concurrentie. Als je wat meer naar de binnenkant van het bedrijf ging kijken, dan was een van de dingen die me heel erg opviel, weet ik nog goed, zat ik met een van de marketingjongens die dan wat meer met data bezig was. Inmiddels een van onze data-analisten. En ik wou allerlei dingen weten over. Hè, maar hoeveel mensen vinden nou uiteindelijk een huis via de site? En dan zei hij, oh ja, dat weet ik wel. Wacht even. En die had echt zo'n... ik weet niet eens welke tool die gebruikte, maar er zaten echt wel meer dan 100 tapjes in. En eigenlijk de vragen die ik stelde, dan was iedereen gezoekers. En dan wist hij het wel te vinden. Ja. Dus ja hoor, dat meten we. En ik dacht steeds, ja maar joh, weet je, hoe kan iemand zijn weg vinden in deze berg met data? En ik kom ook allerlei dingen tegen dat ik denk, waarom hou je dat eigenlijk in de gaten? Dus ik vond eigenlijk dat het puur als het gaat over je metrics, je KPI's, maar dat vertaalde zich later ook door naar hoeveel profielinformatie slaan we op, wat doen we daarmee, hoeveel historische data hebben we van objecten die op de site hebben gestaan, hoe lang ze er stonden. En als je bij ons een toppositie koopt, dat je hoger staat, heb je dan ook, levert dat huis uiteindelijk meer op of heb je dan meer bezichtigingen? Die dingen, dat hadden we eigenlijk gewoon helemaal niet. En als we brokjes hadden, dan werd het eigenlijk niet echt op waarde geschat. En voor een deel was mijn verklaring daarvoor dat jullie zitten in een hele competitieve business. Hè? Als je daar dit soort dingen niet op orde hebt, dat is het verschil tussen winnen, verliezen, winst, marktaandeel, noem maar op. Je moet er veel korter op zitten.
En dat was wel na een aantal weken mijn conclusie. Dat, ja, weet je, Funda, marktplaats, heel dominant. Winner takes all, netwerkeffect eroverheen. Ja, wat zou je naar je KPI's kijken? Weet je, wat maakt dat eigenlijk uit? Ja. Dus ik denk hele enorme onderschatting van wat je er nog allemaal meer mee zou kunnen doen. Ja, dus aan de ene kant die sense of urgency, maar aan de andere kant is een enorme mogelijkheid die je zag, de potentie. Ja, ja, waarbij je dan ook wel weer, dat is dan natuurlijk het rare, de vraag moet stellen van ja, maar als je marktaandeel zo hoog is, waarom zou je dat dan überhaupt doen, weet je? Dan moet je daarin gaan investeren. Wat levert het je dan eigenlijk op? Ja. Want iedereen bezoekt toch al je platform. En dan ga je natuurlijk op hele interessante vraagstukken komen van ja, maar wacht even. Hoe ziet de wereld er over 5 of 10 jaar uit? En nu hebben wij een hele mooie dominante positie. Maar als je kijkt naar de behoeften van een makelaar en van een consument over 3, 4, 5 jaar, hoe gaat die veranderen? En als je dan nog steeds zo succesvol wil zijn, wat moet je dan doen? En welke rol kan bijvoorbeeld data daarin gaan spelen? En wij zagen bijvoorbeeld dat makelaars een enorme databehoefte hadden om hun werk beter te doen. Maar dat we eigenlijk heel beperkt data aan hun leverden. En eigenlijk ook het productje dat we hadden, daar zat helemaal niet zoveel veel liefde. Terwijl natuurlijk voor een makelaar die ergens in een regio een woning moet gaan verkopen, weet je, wij hebben zoveel waardevolle informatie dat die weet hoe vaak wordt er op dit soort woningen gezocht. Wat is de prijs die ervoor gevraagd wordt? Dus daar zijn we dan wel stapje voor stapje mee aan de slag gegaan. Ja, ja. En dat is dus inderdaad de eerste constatering. Als we kunnen er veel meer mee. Je hebt een beetje die sense of urgency aangewakkerd. Kun je iets vertellen over de stappen die je daarna hebt gezet? En waar je vindt dat je nu bent. Ja, dus het begint natuurlijk. Hè, dan als je binnenkomt, is het natuurlijk niet je eerste vraagstuk van, oh ja, ik moet een soort datastrategie hebben. Ik kom natuurlijk als CEO kom ik breder binnen. En dan is het eerste wat je wil doen, dat ik gewoon iedere maand een fatsoenlijk dashboard heb waar ik op kan vertrouwen. Dat ik gewoon weet wat er in de business eigenlijk gebeurt. Ja. Nou ja, daar hoef je natuurlijk geen datastrategie voor te hebben. Dat is meestal wel makkelijk te fixen. En dan heb ik gewoon een businessstrategie gemaakt. En in het verlengde daarvan hebben we een aantal gebieden geïdentificeerd. Waar als je die strategie succesvol zou willen doen. Hè, dat is zorgen lange termijn dat je die dominante marktplaats blijft. Dat je die positie verdient. Ja. In het verlengde daarvan, in die customer journey van de consument. Waar kunnen wij nog veel meer waarde toevoegen? Als je dat wil doen, wat zijn dan de gebieden waar je het verschil gaat maken? En hoe scoren wij daar eigenlijk? Dus waar moet je additioneel eigenlijk talent binnenhalen of gaan investeren? En dat was heel snel duidelijk dat data voor ons cruciaal zou zijn. Ja, en dan ben je gewoon, okay, wacht even, waar gaat het over? Dan zit ik natuurlijk met name met de CTO die net nieuw benoemd was. En dan ga je natuurlijk in gesprek van, oké, hoe gaan we dit eigenlijk aanpakken? Ja. Nou ja, daar zijn jullie natuurlijk ook bij betrokken. Dat is wel een heel proces waar ik dan op een gegeven moment nog wel kan formuleren. Hè, vanuit de strategie wat ik wil en hoe ik dat zou vertalen naar, weet je, wat denk ik dat gebruikers daarmee willen. En als het dan al ingewikkelder technisch wordt, dan luister ik nog een beetje mee. En dan stel ik misschien een vraag, goh, wat is het risico hier? En wat gaat het ongeveer kosten? En waarom zou je die tool kiezen? En welke andere heb je dan gekeken? Maar goed, dan ben ik te afhankelijk van weer mensen die inhoudelijk daar heel veel van snappen. Ja. Dan kunnen jullie een keer meekijken. En dat geeft mij dan zekerheid. Ja. En als je dan, dat is denk ik mooi. Ik denk dat je inderdaad die sense of urgency, dat zie je ook wel eens bij directies. Hè, dat er geen sense of urgency is om iets te doen. Nou, dan hoef je ergens sowieso niet aan te beginnen. Dat is niet handig. En als die eenmaal geschapen, gecreëerd is. Hè, je geeft het ook al aan. Wat zie jij nu als de, zou ik zeggen, als je misschien mag dromen, hè, over Funda. Hè, wat zou je dan met die data dan willen doen? Als je zegt, joh, ik heb op een gegeven moment een landschap. En ik kan het openzetten naar andere partijen. We hebben het begin erover gehad. Ja. Hè? Dus je krijgt een belletje van Sascha. En die zegt, ik wil eigenlijk wel weten wie er allemaal dingen koopt. Een huis verkoopt. Want ik heb allemaal meubels die ik wil gaan verkopen. En misschien moeten we eens praten. Zijn dat vergezichten die je ziet? Ja, dus ik denk er zijn verschillende super interessante use cases. Hè? Dus ik vind dat wij veel beter kunnen worden in de meer relevantere zoekresultaten. Push en pull. En relevant is gepersonaliseerd. Hè, want jouw gezinssituatie is anders dan die van mij. Ik vind een andere wijk leuk dan jij. Misschien een andere prijsklasse, noem maar op. Dus ik denk daar dat wij dusdanig veel data-informatie hebben, dat we dat veel beter kunnen doen. Ja. Ik vind een andere, ook weer vanuit dat consumentenperspectief. Hè, wij zijn natuurlijk heel goed in
foto's, omschrijvingen, noem maar op. Wij doen heel weinig nog met image recognition. Is dit een huis waar je nog veel aan moet verbouwen of niet? Maar ook aanvullende informatie over wat is eigenlijk de ontwikkeling van waarde van woningen in deze buurt? Of wat zijn andere kenmerken van deze buurt? Kenmerken die jij misschien belangrijk vindt, criminaliteitscijfers, of die ik belangrijk vind over is er veel geluidsoverlast hier? Dus vanuit gebruikersperspectief denk ik dat wij met die bronnen, en dat zijn, die data hebben wij niet, maar er zijn natuurlijk heel veel plekken waar die data wel beschikbaar is, dat wij die data gaan gebruiken en integreren bij ons op de site voor de gebruiker, voor wie dat relevant is. En dus niet iedereen moet alles zien. Jouw behoefte kan anders zijn, dat weet ik, op basis van jouw gedrag. Dus jij moet andere data te zien krijgen. Ja, ja. Ik krijg een vraag van Thierry. Misschien kan Thierry, kun je die zelf even stellen? Als jij je microfoon openzet, dan wordt het spannend. Dit hebben we nog niet eerder gedaan. We hebben twee schermen, we kunnen alle schermen kijken. Hier is Thierry voor ons. We horen jou nog niet. Ik weet niet of ik nou ook de regie een beetje voor het blok zet, dat ik jou op het podium hijs. Ik ga even verder vanwege de tijd. Sorry Thierry. Ik wil nog wel een leuke use case in de actualiteit, zeg maar, waar we toevallig vanochtend behoorlijk uitgebreid over hebben gesproken. Alle partijen die meededen aan de verkiezingen hadden in hun plannen allemaal staan. Het probleem op de woningmarkt moet worden opgelost. Er is een enorm tekort. Het varieert dan een beetje van 500.000 huizen erbij of 1.000.000 huizen erbij. Ja. Nou, linksom of rechtsom, dat komt dus in het regeerakkoord. Er komt dus een minister van Wonen. Dat kan bijna niet anders. Ja. En dan moet je gaan bouwen. En dan kan je het hebben over de kwantiteit wat er gebouwd moet worden. Hè? 500.000 of 600.000. Maar wat ga je bouwen? Ja. Hoe ga je nou zorgen dat je bouwt wat mensen ook willen? Ja. Ik wil aan tafel zitten waar dat wordt bepaald. Want wij weten dat namelijk. Wij weten waar mensen op zoeken. Ja. Wij weten wat mensen loslaten als criterium. De nice to haves, als ze het niet kunnen vinden. Wij kunnen research doen onder bezoekers. Dus dat vind ik ook echt een heel interessant en niet eens zozeer commercieel vraagstuk, maar bijna een soort maatschappelijk. Wij zijn de enige partij in Nederland die community hebben, die data heeft. Nou, dat zijn echt wel dingen waar wij gewoon een rol in kunnen spelen. Ja, dus oproep aan het motorblok van Rutte 4. Ja. Nog niet bekend wie dat is. Maar, sorry, ik weet niet of het op de notities van Ollongren stond. Na een notitiegate zullen we dat in ieder geval nooit meer weten. Maar dat zijn inderdaad interessante vraagstukken. Hè? En dat jij op die data zit en dan dat niet gevraagd wordt. Maar misschien bij deze. Hè, ja. Wij worden relatief weinig voor dat soort dingen gevraagd. Ook niet door gemeenten en zo. Misschien dat ze dat in het verleden geprobeerd hebben. En dat we ook echt niet in staat waren om daarbij bij te helpen. Ja. Maar ik denk dat we inmiddels langs. Wij komen wel in een positie dat we daar gewoon echt bij kunnen helpen. En dat is natuurlijk wel heel interessant. Ja. Ja, ik ga de vraag, Thierry, ga jij even jouw voice-over doen van jouw vraag, want die was wel interessant. Hè? Er zit een verdienmodel aan het verkopen van data aan partners zoals makelaars voor de Funda. Ja, zeker. Dat is gewoon een verdienmodel voor ons. Ja. Dat is echt toegevoegde waarde. Dat betekent niet dat je er altijd voor moet betalen. En soms kan het zo zijn dat als je een bepaald type klant krijgt, dat je bepaalde dataproducten krijgt omdat je dat type klant bent. Soms geven wij data gratis weg. Eigenlijk alle data die we hebben is voor consumenten vandaag de dag gratis. Ja. Als je mij dan de vraag stelt, kan je je voorstellen dat in de toekomst misschien consumenten zelfs bij Funda zouden gaan betalen voor hele specifieke data? Ja. Nou, misschien wel. Ja. Ja. Een dag eerder, de huizen. Ja, nou ja, dat is natuurlijk, maar dat past echt absoluut niet bij het bedrijf dat wij zijn. Maar ik weet zeker dat heel veel mensen voor dat voorsprongetje bereid zouden zijn te betalen. In Duitsland gebeurt dat echt en is dat dus ook een enorm succes. Maar dat zal je ons absoluut niet zien doen. Nee, dus dat gaat veel meer. Ja. Wil je bijvoorbeeld bestemmingsplannen erbij? Wil je de uitdraai van het kadaster? Dus dat zijn ook vaak dan bronnen waar wij voor moeten betalen, maar waar wij er natuurlijk wel voor kunnen zorgen dat die gewoon in één bijna user interface terechtkomen. Ja, ik vind de beweging wel echt heel interessant. Dat we dus eigenlijk zien wat je eigenlijk aangeeft. Je begint een datateam, je verzamelt die data. Misschien ook wel enigszins doelgericht, maar dat die data dus nu goed verzameld, goed gestructureerd, is gewoon geld waard. Kun je gewoon de markt zetten, kun je gewoon verkopen. En dat is een waanzinnig beweging. Wij zien hetzelfde met ook onze verkopers. Hè? Dus onze verkopers hebben ook behoefte aan data. Waar zoeken mensen naar? Wat zijn de trends? En dergelijke. Ja, kunnen wij ook nadenken over inderdaad van wat is een model om die verkopers dan weer op die manier. Bij ons projectontwikkelaars. Ja. Hè? Ik bedoel, dat is gemeenten, woningcoöperaties. Ik denk dat er heel veel zijn die echt wel bereid zijn voor die data te betalen. Ja. Ik zie jou ook al. Martijn, ik zie jou zitten, maar ik zal niet vragen of je erbij komt. Dat kan wel.
Martijn, als je me mute, nou, dan wordt het spannend. Nee, ja. Nog niet, helaas. Nog niet, maar, ja, we horen je. Ja, Martijn, je kunt wel. Ik ga, nou, weet je, ik heb nog een geluidsteam te koop. Heel zin. Maar ik zit nu te zitten, want ik denk ook met staten bijvoorbeeld. Hè, in de meer in de hypotheekbranche is natuurlijk ook ontzettend interessant. Hebben daar waar in die ketting zie je daar ook samenwerken ontstaan. En kan Martijn ook op jullie data dan rekenen? Ken ik Martijn. Ik weet niet precies wat Martijn doet. Maar ik sta altijd open voor klantverzoeken, zeg maar. Je zit wel even de keten waarin wij zitten. Ja. Hè, wij focussen ons natuurlijk erg op die voorkant. Hè, van wat zoek je eigenlijk? En een relevante woningen tonen, noem maar op. Maar dat proces houdt niet bij ons op. Hè. Daarna ga je bezichtigen. Dan wil je een bieding doen. Dan wil je weten hoeveel kan ik ongeveer financieren. Uiteindelijk, voordat de deal succesvol is, moet je je financiering ook rond hebben. Ja. Nou ja, dat is heel veel gedoe met allerlei papieren. Gelukkig zijn er partijen, misschien dat Martijn is, dat weet ik niet, die dat allemaal makkelijker maken. Ik zie wel dat wij daar allerlei partnerships en dingen gaan doen. Dat echt oplossen, dat zullen wij niet snel echt zelf doen. Dus ik denk dat daar al diverse partijen zijn die daar al mee bezig zijn en waar het veel logischer is dat wij gaan partneren. Welke data hebben jullie? Welke data hebben wij? En hoe kan je dat interessant maken, zeg maar, in die journey? Ja. Ja. Interessant. Ik had nog een vraag voor jou van Mark van Meulen. Sascha, voor jou dan. Hoe ga je binnen Bol om met data literacy? Complexe data, complexe business rules, visualisatie om inzichten duidelijk te maken. Dus hoe? Ja, dat is een goede. Dat is work in progress. Hè? Dus dat is iets waar wij nog niet van vandaag op morgen mee klaar zijn. Dat is de focus hierop voor de hele organisatie is cruciaal. Een aantal stappen die ik net al aangeef en vooral het communicatieplan vind ik extreem belangrijk. Dus ga naar mensen toe, reach out en ga de data prediken, ga laten zien wat er is en ook in die zin ook ze helpen met het toe te passen, te gebruiken voor use cases. Ik denk dat de manier is en dat we die stappen hebben gemaakt met elkaar, dat er nu stappen in het zetten zijn. Dus ik wil niet zeggen dat het bij ons al helemaal uit de hand loopt met hoe data literate everybody is. Dat is echt nog, daar hebben we echt nog zeker wel stappen in te maken. Het is wel een thema, het is wel iets waaraan... En wat je extra zou kunnen doen, en dat vind ik wel mooi, want dat hoor ik wel, is wel als bedrijf, echt op hoog niveau als leadership, dat ook uitstralen en daar ook je stempel op drukken en zeggen, nee, maar hier en data aan de tafel bij de directie. Kijk, dat zijn wel dingen waarvan ik denk dat is misschien wel waar we naartoe gaan. Hè? Ja. Zit er bij jullie iemand die echt aan de directietafel voor is? Is er een CDO? Nee, dus een CTO die wij hebben en onze head of data. Minstens één keer per maand zitten we specifiek met het management team en head of data erbij. Maar daaromheen zijn ook best wel veel overleggen. Nou, het voordeel, we zijn 140, 150 man, dus dat is niet zo'n heel erg groot bedrijf. Ja. Maar dat is de hele nadrukkelijke betrokkenheid bij dat team. Absoluut. Exact. Jazeker. Zware rol en dus zware aanwezigheid ook op hoog strategisch niveau. Ja. En dat is denk ik waar het begint, die cultuur. Ja. En dan, wat wij hebben gedaan, dat was wel een learning van hoe wij het strategieproces zeg maar van 2018 naar 2019. En eigenlijk nu afgelopen jaar, als je kijkt naar 2020, 2021. Waar we ook veel meer met onze klantteams ook hebben gekeken van oké, voor je met je plannen komt, welke data wil je gebruiken, wat heb je nodig, hoe zorg je dan dat je dat afstemt met het datateam. Dus wij merkten eigenlijk dat er allerlei plannen waren waar dan de data er helemaal niet voor was of dat we de resources helemaal niet hadden. Dus dat waren best wel gesiloede plannen. En daar merkte je eigenlijk, en dat werkt nu aan de start van dit jaar heel erg goed, dat datateam echt gewoon het beetje het hart van het bedrijf is geworden. En dat is wel heel, heel grappig om te zien. Dat hart vind ik ook mooi metafoor. Dat pompt ook die data rond in het bedrijf. Ja. Dat is ook de functie. We hebben ook erg gekeken toen we de inrichting bepaalden. Want we hadden geen head of data. Ook gekeken, hoe kan je dat doen? Hoe doen andere partijen dat? En toen viel er heel erg op. Zillow is zeg maar de grote partij in Amerika. Maar die hebben vanaf dag 1 zitten die op data. Die hebben dus ook echt een chief data in hun management team zitten. Wij hebben toen heel bewust gekozen. Wij gaan beginnen dat we de head of data onder de CTO plaatsen. Omdat we nog zoveel moesten investeren in de technische infrastructuur. Als je mij vraagt, is dat nog steeds zo over een jaar? Nou, misschien niet.
Ja. Dat die op een gegeven moment ook wel, dat een aparte rol moet gaan worden in het managementteam. Dat zou best kunnen. Ja. Ik zit te denken, het is ook misschien goed voor de overheid dan nog een chief data officer hebben om dan goede beslissingen te nemen in de data literacy in de politiek. Kamer. Daar kunnen we het ook nog wel over hebben. Ja, mocht je toch nog een keer, spreken. Want ik zie wel de vraag die wij binnenkrijgen over trainen, gewoon het trainen van hele bedrijven. En dan bedoel ik echt wel dat organisaties komen met duizenden medewerkers bij ons, waarvan ze zeggen, joh, we willen programma's hebben waarbij iedereen getraind wordt. Hè? Sommigen maar een paar uur van wat is data. En tot en met de data scientist ook, met tooling. En ook iedereen assessed wordt van waar sta je. En learning journeys worden ingezet. Dus er wordt echt heel serieus op ingezet dat dit te gaan doen. En dat zijn ook voor mij in ieder geval de tekenen dat dit gewoon echt, vol aan de gang is. En de datawereld in ieder geval aan het veranderen is. Ja. Ja, het is wel interessant. Want wat het bij mij een beetje ook triggert als je dat zegt, is dat wij eigenlijk heel veel effort erin hebben gestoken om die infrastructuur goed op orde te krijgen. Dat we betere dashboards hebben. Dat we een sterker team hebben. En dat eigenlijk voor ons nu ook een beetje aankondigt. En hoe ga je van hier dan verder? Dus hoe ziet de komende 1-2 jaar eruit? Hoe je data nog weer belangrijker gaat maken? En ga je dan inderdaad assessments doen op mensen? Of hoe ga je daar precies naar kijken? Ja. Dus ik ga nog met huiswerk hier weg ook. Ja. Ik of weet inspiratie, dat kan ook. De eerste keer bij Uber kwam, zeiden ze ook als die hadden als een requirement, als je daar kon werken, dat je SQL kon. Ja. Dat vonden we best 5-6 jaar geleden. Dan, oh ja, wauw, dat is wel, dit is nogal wat. En die liepen daarin ook wel vooruit. Je ziet dat toch dat het eraan komt. Dat de werkelijkheid wordt. Het is wel een interessante stelling. Kan iedereen SQL over 20 jaar? Ja, of misschien heb je dat niet meer nodig. Jaar. Echt iedereen heeft het erover. Die tooling ook makkelijker wordt. Hè? Dat je er niet meer per se SQL kan. Je kunt gewoon die informatie naar je toe. En we hebben het over Excel sheets. Ik zie natuurlijk reporting apps. Je had het over een dashboard. Maar je ziet ook allemaal apps verschijnen waarin data gewoon komt. En het wordt gewoon beschikbaar. Of je nou in een vrachtwagen rijdt of in een kassa hebt. Of tot en met de directie. Iedereen krijgt die data die hij of zij nodig heeft. En sommigen hebben de behoefte aan inderdaad vrij bewegen. Maar anderen willen gewoon op basis van de plek waar ze zijn of wat ze doen, gewoon signalen krijgen wat er gebeurt. Ja. Ik zit te denken van hoe ze dat bij Uber doen. Wat ik nog, dat doe ik de afgelopen periode niet meer zoveel, maar vroeger nog wel eens deed, is dat ik aan iedere sollicitant de vraag stelde, hoeveel kappers zijn er in Amsterdam? Hoeveel kappers? Ze zegt, kijk hem. Hoeveel kappers in Amsterdam? Vraagt hij dat in hemelsnaam? Ja. Dat was eigenlijk meer de test van je analytisch vermogen. Hoe benader jij die vraag eigenlijk? Als je zo'n vraag krijgt, gok je gewoon maar wat? Ja. Of ga je zeggen, wacht, er wonen ongeveer zoveel mensen. Je gaat ongeveer zo vaak per jaar naar de kapper. Oké, zoveel. Ja. Dus dat was een beetje de analytical skill test. Ja. Weet je in ieder geval hoe je naar data kijkt? Hè? Dus ga je dan iemand die bijvoorbeeld zo'n vraag krijgt van we willen dit probleem oplossen. Welke data heb je dan nodig? Iemand gaat mij daar ter plekke vertellen. Precies. Neem je gewoon een gok? Ja. Of zoek jij nu databronnen als inwoners, als frequentie? Hoe doe je dat eigenlijk? Ja, super. We hebben nog de laatste 10 minuten zijn ingegaan. 7 minuten. Tijd, en ik denk dat iedereen wel een harde stop heeft. Als er iemand nog vragen heeft aan mij en beide heren, dan is dit het moment om die nog even erin te schieten. Ik had er al eentje, misschien wel iets technischer, maar van Rens. Die zegt voor jou, denk ik, we maken gebruik van een bepaalde datacatalog om dingen te doen. Kun je dat kort beantwoorden? Of is dat, als we dat offline doen, misschien Rens, als je daar meer over wil weten. Ja, precies. Ja. Rens, neem contact met me op. Vertel je alles over data catalogs. Nee, wat misschien wel goed is om te weten, en dat raakt al aan het begin nog inderdaad van. Dat en dat is ook wel interessant, is dat hele data lake, hè, waar we eerder over gehad, van die ene plek waar je al die informatie kan vinden en die standaardisatie van die data lake, is dat nog steeds zo? Of zien we inderdaad dat iedere functionele team of alle productteams eigenlijk hun eigen database meer beheren en dat analisten in staat zijn om juist tussen die bronnen te gaan schakelen? En ik zie wel een beetje beweging naar het tweede. Dus dat we toch meer inderdaad naar de bronnen toe gaan om onze data op te halen. En wat minder soort van uit een super gecentraliseerde omgeving waar alles helemaal voor gedefinieerd staat en netjes afgedekt is. En dat we daar vanuit één bron, zeg maar, één waarheid de data ophalen. Ja. Ja. Dus dat antwoord op de vraag misschien een beetje. Ja. Van maken we één data catalog? Denk het niet. Ja. Rens, ik ga zorgen dat ik je koppel aan aan Sascha, misschien dat hij niet zelf, maar dat in ieder geval een van zijn teamleden dat kan
kan vertellen. Thierry, vraag nog over ethiek. Een belangrijk onderwerp heb in de business. Meer algemeen. Moet je wel eens een beslissing nemen om iets niet te doen? Is ethische, ethiek in de data. Ja, bij ons wel. Ja, nee, ja. Zeker. Nee. En ik bedoel, nog even los van wetgeving die daar natuurlijk ook een rol in speelt. Maar je kan je voorstellen dat er ongelooflijk veel makelaars zijn die heel graag willen weten wie op welk huis heeft gekeken. Ja. En die data hebben we ook. Maar die krijgen ze niet. Nee, dus en ik weet zeker dat ze ook heel veel voor willen betalen. Maar die krijgen ze niet. Nee. Als dat met ethiek wordt bedoeld, dan... Ik denk het wel. Ik denk, Thierry, dat hoop ik. Ik denk dat uiteindelijk bedrijven die dat niet doen, niet ethiek of niet de fairness rules hanteren, uiteindelijk de deksel op de neus krijgen. Dat hoop ik in ieder geval, dat het zichzelf op die manier Wat ik wel merk, die tendens, die zit bij Bob.com en sterk, die vind ik wel mooi, is dat we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid wel inderdaad steeds serieuzer gaan nemen. En dat we ook voorbij de wet gaan. Dus in die zin bijvoorbeeld, inderdaad, denk even aan de Zwarte Piet discussie, dat we daar wel stellen van, er is nog niet verplichting op, maar we vinden zelf als Bob.com dat we daar best wel een statement over mogen maken. We zijn er groot genoeg voor, we hebben daar een idee over, we weten waar we voor als bedrijf staan, we willen geen mensen kwetsen. En dat we dus toch bewust die afweging maken, vind ik ook zeker een ethisch vraagstuk waar we gewoon een mooi antwoord op hebben gegeven. Ja. Heel goed. Thierry geeft ook aan van... inderdaad, fair AI en datagebruik. Dus dat is inderdaad in antwoord. Dankjewel, heren, voor jullie tijd. Excuses dat ik te laat was nogmaals. Nou, Sascha, toch nog twee boeken verkocht. Ik weet niet of die boeken nu uitverkocht zijn bij Bol. Heeft er nu een bekje geweest? Beetje zoals dit. Dat was overigens altijd wel zoals de wereld rijdt door. Als dan een boek werd gepromoot, dan zagen we dat in de salescijfers zouden bam. Ja. Dus als je dat doet, dan niet meteen laag reten, dames en heren, in de coma. Gewoon, dat kan gebeuren. Hè. Het boek komt vanzelf. Komt alleen maar later. Actiecode GoDataDriven. Ik had even een seintje moeten geven van tevoren aan de inkoopafdeling. Zorg dat design wat heb je nu voorraad ligt. Nou ja, goed. Anders gaan ze naar Jeff B. Dat zou ook. Ja. Super bedankt. En allemaal iedereen thuis of op kantoor. Super dat jullie erbij waren. En super interessant. En de techniek liet ons een beetje in de steek met vragen stellen. Gaan we de volgende keer anders doen. Maar heel fijn om in ieder geval jullie ook weer te zien. En fijn dat jullie via de chat deel konden nemen aan deze discussie. Dankjewel, heren. En graag gedaan. Tot snel. Dankjewel.